Bij mijn eerste kus voelde ik me als een vis die werd opgeslokt door een andere vis. Heb je een keer gezegd. En dan denk ik, ja, dan gaat mijn verbeelding werken. Maar, Nee, maar ik zat in het eerste middelbaar en de jongen zat in het tweede middelbaar. Dus hij was ouder. Ja. En okay, ik was daarmee samen en we waren op het pleintje. En ja, echt. Ja, die tijd ken ik nog. En dus ja, we stonden daar en we gingen duidelijk kussen. Dus ja, ik doe mijn ogen dicht en ik denk van, ik ga me gewoon... Dat is al een oudere jongen, die gaat ervaren zijn. Dus ik sta daar en die begint met de kussen en die duwt zijn tong in mijn mond. En, oh, dat was verschrikkelijk. Oei. En toen heb ik... Ik heb het dan ook gedaan gemaakt. Oh, ja. Prachtig altijd om jullie samen te zien, mag ik dat zeggen? Ja, absoluut. Leuk. Wij zijn de oudste juryleden. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben een tijd geleden 64 geworden. Ja. En Margriet wordt binnenkort, en dat mag wel een applausje hebben, 78. Daar gaan we, dieet. Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. We zijn alle twee dierenliefhebbers, dat wel. Oh. Grote dierenliefhebbers. En nu ik van die drie wijzen hoor... Ik heb ooit een katertje gekocht, Siamees katertje bij mensen. En die heette Balthazar. Oh. Ja, maar na 4 maanden heette die nog Tazar. Ah. Ja. Het is niet te houden in huis, de kater. Echt niet te houden met ballen. Nee? Nee. Gewoon, je bedoelt dat die is... constant op u sprong? Of vrouw, dat ze ook nog leuk vinden misschien, maar... gewoon de stank. Ik bedoel, de kater dat spritst en die geur is niet te harde. Ah, oké. Okay. Dat beschikt niet. Ja, spritsen. Spritsen. Ik ken dat van vroeger, van mijn grootvader. Hè. Ja. Die spritsen ook altijd in huis, die hebben ook weggedaan. Heb je er ook zo kleine verslavingen? Chips. Ik, ja. Serieus, hè? Dat is echt lastig. Ja, dat mag jij niet eten natuurlijk als sportman. Af en toe, hè? Chips. Chips. Een basket en chips. Dat is toch verrassend, een basket die chips uit... Oh, af en toe? Die hebben soms ook wel eens een gewoon leven verondersteld. Ja. Een basket en een gewoon leven. Ja. Mag ik beginnen? Jij mag beginnen. Ja, promoot maar fruit. Oh. Ja. Dan gaat de beurt naar Sandra. Oké. Okay. Ja. Wacht, maar ik zie het fruit niet meer. Ja, maar ja, inderdaad. Je moet het fruit zien. Ik niet door. Ja, ja, het fruit. Oké, okay, maar dan ga ik een paar stukjes anders gaan mensen nemen, want anders zien het niet. Wat er in mijn mond zit. Ja. Ja. Dat was indrukwekkend en zelfs redelijk opwindend. Maar... Ja. En dan gaat de beurt naar Gloria. Ja, zo'n tegenstanders. Ja. Ja, ik heb een superklein dingetje, hè. Wacht, hè. Weet, ja, dan moeten we... Ja, zie dat we het zien. Hè. Ah, ik weet niet wat ik moet doen. Wacht, hè. Prima, amai, prima. Het is lekker. Ja, eet maar op. Margit, is jouw Frank er ook weer bij? Jawel, Frank gaat altijd mee. Ja, Frank is de echtgenoot. Mijn echtgenoot, ja, we zijn getrouwd in Las Vegas. Ah ja, Las Vegas, ja, dat klopt. Ja, ja. Heb je gezegd. Ja, is daar straks om trap gestruikeld. Oh, maar Frank is geval. Ja. Ja, belangrijkste vraag voor vanavond. Wat verwacht je van de nieuwe kandidaten? Sandra is wereldberoemd in Vlaanderen met haar boeken. Hè. Ik ben trouwens sinds om een roman te schrijven. Over het kookmilieu, over het milieu van kookboeken. En met in de hoofdrol Sandra Beccari, Pascal Naassens, Piet Huizenstruit en Jeroen Meus. Maar het blijft een roman, hè. Dus kan een van de personages een ander laten doodslaan in een diepvriespizza. Maar ik ga nog niet verklappen wie dat wie doodslaat. Ik heb alleen nog maar een titel eigenlijk. Ja, wat is een titel? Sandra, waarom heb jij Pascal doodgeslagen? Jij zou een goede bond zijn, volgens mij. Met plezier. Ja. Ja, maar ja, echt. Dat is toch... Ja, leuk. Ja. Jij connecties, of...? Connecties, ja. Gebruik ze alsjeblieft. Dus ze mogen u bellen. Absoluut, ja. Okay. Maar, ja, maar kunnen ze zoiets zeggen? My name is Bond, James Bond? My name is Bond, James Bond. Ja.
Fantastisch. Ja. 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 Herman, kun jij dat ook zoiets zeggen? Zo, my name is Bond, James Bond. Dag meneer Koens, of mag ik Joachim zeggen? U mag Joachim zeggen. Dat is heel vriendelijk. Mag ik jij zeggen, of u? Of ja, fijn, kiest maar wat de beste oh, is. Oh, ja. Zeg, yo, my man. Ja, dat is goed. Nee, we zijn al vrienden. Nee, zou u de slimste mens ter wereld kunnen worden? Ik denk het niet, maar we zijn in elk geval blij dat we hier zijn. Het is een leuke sfeer en dat is het belangrijkste. Dat is goed, dat gaan we zo houden. Hè? Heb je zich een beetje voorbereid? Of, Nee, ik heb dat wel op mijn app, mijn iPhone gedownload, maar dat is iets helemaal anders, denk ik. Tinder, dat is iets helemaal anders. Hij is wel de voorzitter van de CD&V, hè? Dus de kans dat hij Tinder zou hebben is groot. Hè? Ja. Dag Jerome, dag Jonas. Lang geleden dat jullie samen zaten. Het was heel fijn om jullie terug samen te zien. Hoe gaat het ermee? Goed, ja. Het is leuk om hier terug te zijn, want het is 3 jaar geleden dat ik in de jury gezeten heb. Ja? En de reden was eigenlijk niet zo leuk. Ik zat thuis met een joke-out. Dus dat is een burn-out kent, hè, dat je geen fut en energie met een joke-out is vergelijkbaar, maar dat je opeens gewoon geen moppen meer kunt vertellen. Ja. Ja, alles wat ik zei of schreef was gewoon ernstig en saai en super serieus. En dan heb ik gelukkig een job aangeboden gekregen bij de CD&V. Wat verwacht je van de nieuwkomer? Ik verwacht van meneer Koens dat hij dat zeer goed gaat doen. En Jerome en ik hebben trouwens een voorgeschiedenis met CD&V-voorzitters. We hebben 10 jaar geleden in Humo hebben wij een strip gemaakt. Ja. Sommige mensen kennen die vast nog wel. Over Wouter Beeke, de toenmalige CD&V-voorzitter. En die lieten wij allerlei superhelden avonturen beleven. En sinds dat Joachim voorzitter is geworden, blijft hij ons bestoken met de vraag van wanneer krijg ik mijn eigen stripalbum? Ja. En ik heb het met de uitgeverij gebeld. Ja. En Erik, wij hebben een primeur voor Vlaanderen. Ja. Ja, want we gaan het niet doen. Moet u niet dag zeggen tegen Robert? Ja, dag Robert. Dag Robert. Het is prachtig, Robert, dat je erbij bent. Moeten we hem nog eens laten lachen? Heb je nog iets om te lachen? Ah ja, dat wil ik wel eens doen. Robert. Heb je nog iets erom? Robert? Wilt jij slagen of ik slag ook bakkes met deze moes? Een split, zouden jullie dat kunnen? Natuurlijk. Oeh. Moet ik iets voordoen? Ja. Staan er van jullie al ergens standbeelden? Van mij niet, maar ik was vorige zomer in Londen en daar zag ik het wassenbeeld van Erik in Madame Tussauds staan. Die stond zo opgesteld achter het wassenbeeld van Taylor Swift. Ja. En zo met zijn broek op zijn enkels. En ik dacht, raar. En toen zag ik dat bewegen en toen zag ik dat de originele. Joachim, jij gaat heel vaak zwemmen, soms zelfs in de Damse Vaart. Ja, ik zwem graag in de Damse Vaart. Ja, maar dat mag niet, hè? Dat is niet helemaal toegelaten. Ja, dat is altijd leuk om een burgemeester illegale dingen te zien. Hebben jullie een bloot bovenlijf dat mag gezien worden? Ja, Erik, we hebben heel een dag samen in bad gezet voor de promofilm. Ja. Het was soms wel een beetje gênant, vooral toen de regisseur aan Erik vroeg dat hij zijn badjas wou uitdoen en hij bleek er geen aan te hebben. En ik heb jouw penis gezien, hè. Ja, ja, echt wel. Ja. Op de parking naast de speelplaats van de lagere school. En dan hoger. Oh. Beste Gloria, al van bij de eerste noot had je ons bij ons nekvel. De toonvastheid, de overtuigingen, het timbre, het gebrek aan gêne, kortom, alles zat goed. Over de tweede noot waren de meningen van de jury verdeeld. Ze werd goed ingezet met een duidelijke knipoog naar de Oostenrijkse zangtradities en het vroegliturgisch drama, maar miste de overtuiging van die fenomenale eerste noot, waardoor we een beetje op onze muzikale honger bleven zitten. De derde, vierde, vijfde tot en met de negende noot waren ronduit slecht. Dat weet je zelf ook, maar dat heb je onmiddellijk goed gemaakt met die fenomenale prachtige slotnoot die ons secondenlang kippenvel bezorgde. Met extra laudaties voor de harmonische resonantie, de lange afdronk en het rijke aroma van abrikoos, gele bikkiesaus en blauwe gauloise. Dankjewel en proficiat. Oh. Zijn jullie om te kopen? Wel, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik daarnet passioneel de liefde heb bedreven met één van de kandidaten. In ruil voor wat antwoorden.
Maar ik heb beloofd geen naam te noemen, ja, want dat ligt heel gevoelig bij zijn christendemocratische partij. Ja, er staat iets heel vreemd op mijn kaartje, Joachim. Jij wil eigenlijk een tattoo. Ah. Dat zou je zo niet verwachten. Er is nog iets op mijn bucketlist. Oeh, echt? Ja, dat... Mag je minder is dat niet een heel rare plaats om een tattoo te zetten? Jonas, we kennen jou als een geweldig imitator van geluiden. Kun je ook relaxatiegeluiden imiteren? Een paar, ja, denk ik. Moet ik er één doen en dan moeten jullie raden, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Wacht, hè. Deze heb ik. De windtoel. Een bos, zo? Weet je, de windtoerbomen. Dat is de jaarlijkse ledendag van de CD&V. Heb ik nog eentje, wacht, hè. Dekgoot? Nee. Nee, je gaat er niet raken. Dat is Erik die aan het plassen is. Weet je trouwens hoe zwaar dat zo'n harnas is, Erik? Nee, nee. Ik was een keer op bezoek in het Gravensteen, het kasteel, ja, in Gent. En daar was zo'n hele zaal met harnassen. Ja. En ik vroeg aan die zaalwachter, van, mag ik dat nu een keer aandoen, zo'n, ja, harnas? En hij zei van, nee, tuurlijk niet. Dus ik weet het eigenlijk ook niet. Nee. Hebben jullie ooit dieren verkleed? Ik heb één keer... Ik moest met de kat naar de dierenarts, maar het, ja, was toevallig 1 april. Dus ik dacht, ik ga die voor de grap als parkiet verkleden. Ja, dat kan ik een keer lachen, maar achteraf gezien was dat een heel slecht idee. Ik heb er spijt van wel. Waarom? Omdat die is direct door het raam gevlogen en nooit meer... Jennifer Serene. That is some serious badass motherfucking girl power. Yeah! Yeah. Kunnen u dat ook eens zeggen, Joachim? What? Ja. Fucking that girl power. That is CD&V, boys. Ben je fan van K3 eigenlijk? Ja. Super grote fan. Ja. Nee, dat was na... Sorry, I'm a Britney person. En toen ik jong was, ik denk dat ik te oud was voor K3. Ja? Hoe oud werd je dan? Ik weet niet, sinds hoe lang zijn jullie bezig? Nee, maar het is de editie ervoor. Er zijn met Kathleen en zo. Ja, inderdaad, met Kathleen. Toen er nog 3 K's waren. Ja, toen er nog 3 K's waren. Ja, ja, de KKK. Waarom luisterde ik toen niet naar hun? Nee, nee. Maar je hebt zo nooit gedacht van, ja, daar zou ik ook wel mee willen zitten in zo'n groepje? Ah, wel. Ja? Zeg nee. Oeh, nee. Ook niet. Ja? Dat is een heel stomme reden, hè. Maar jullie hebben altijd hetzelfde aan en ik zou dat echt niet willen. Ik zou altijd mijn eigen outfit willen. En niet zo een outfit moeten delen met 2 anderen, als die daar beter mee staat. Of... Ah, ja, het is echt zo een vestimentaire probleem dat ik heb met de groep. Maar voor de rest, top! Top, heel leuk. Jawel. Nee, zo bij de CD&V gaan, zou dat iets voor jullie zijn? Zo... Nee. Nee. Nee, maar ik heb ooit... Die hebben ook allemaal hetzelfde aan. Joachim, het valt op. Jij ruikt heel goed. Ik heb jou een paar keer gepasseerd. Ja. Heb jij al geroken, Gloria? Nee. Nee, hij ruikt heel goed. Ja, echt een... Wacht, ja, hè. Ik vind, ja, echt... Ah, ja. Echt heel benieuwd, eigenlijk. Ja. Voilà. Ja, oh, ja. Allee, toch? Heel, ja, lekker. Kom dan, hè. Nee, laat het maar zitten. Wat ruikt jij? Nee. Ja, ik weet niet wat het is, maar het is een hele goede aftershave. Schudden met de kontjes. Ja. Wat vonden jullie van die muziek? Jij vond het precies niet goed, hè, Serien? Nee. Nee. Nee, maar ik kan dat wel accepteren dat dat bestaat, hoor. Dat mag. Het mag bestaan, hè? Absoluut. Ja. Maar Jennifer vond het goed. Ik heb daar geen problemen mee. Ik heb me al lang geassimileerd hier in Vlaanderen. Ja, dat is... Ja. Maar ik ken ook mijn links en rechts niet. Ik moet altijd zo doen. Ja, zij ook? Ik ook. Ja, ik moet altijd de L van links zoeken. En dan weet ik van, hier is links. Nee. Joachim, is het ook niet jouw ding? Maar ik vind dat wel leuk, die muziek van daarnet. Zodat van die après-ski-toestanden. Dat dachten we wel. Ja. Heb jij veel boetes, Joachim? Ik heb al eens een paar boetes gehad, wel, ja. Ah, oké. Okay. En betaalt je die dan? Ja. Met de kaart van de overheid? Ja, hè? Nee. Je mocht zeggen, dieper met je ogen. Ja. Gloria, je rijdt toch al, hè? Ja. Ja.
Dat is niet. Ja, het ding is, ik kwam terug van Girokamp dit jaar in augustus en ik reis sinds begin juli. Ja. En ik had echt, en dat is geen mop, 6 boetes. Hoe, 6 boetes op een maand? Wat een snelte. 2 maanden. Heb je al Flitsmeister? Dat werkt echt supergoed. Ik weet niet of dat per se reclame is, maar het werkt wel echt heel goed. Is dat een app waar je weet waar de flitspalen staan? Ja, en het is wel legaal gewoon. Tenminste, ik kon het gewoon gratis downloaden. Flitsmeister. Dan weet je precies waar de flitsers staan. Nee. Maar we gaan vooral trager rijden ook. Hè. We gaan ons aan de regels houden. Dat vinden we allemaal belangrijk. Hè. Jennifer Boetes? Nee. Nee? Nee, nooit. Alle... Ja, zot, hè? Ja, dat is goed. Ik heb geen auto. Oh. Ik zou niet weten hoe ik aan een boete moet komen. Ik kijk naar de jury. De geur in de auto gestoken? Ja... Nee, dat kan je niet goed rekenen. Heeft goed... Er is nog een andere jury, hè? Ja, ik ben ook in contact met de andere jury. We moeten nu zeggen of we dat juist of fout berekenen. Nee, het is niet juist. Nee, ik weet het niet. Sorry, raas, Klaasje. Nee. Vodka, gemberbier, limoen en munt. Ja, Moskou. Ja, oké, nu had ik door. Moskou. Ja, Moskou, Mjol. Ik dacht koumullen. Ik dacht zo... Oh, koumul. Mul van de koe. Ik was helemaal misbaar. You're funny. Associatief, maar nu weet ik. Moskou, oké. Heb je met West-Vlamingen denken altijd aan de koe, hè? En aan de mullen. Ja, de mullen, ja. Een ego vond Klaasje nog en uiteindelijk een papegaai die klaar is om te vechten. Gaan wij het feit dat die ego lijkt op een balzak gewoon negeren? Ik weet niet hoeveel balzak je al gezien hebt. Je hebt echt een rare ballen gezeten. Allee, ga je me nu wijsmaken dat dat niet een klootje... Allee. Kom. Dat is waar. Jawel. Best dat hij geschoren is dan natuurlijk. Ja, Joachim klopt. Ja, maar dus het standpunt van de CD&V over geschoren egels? De egels hoeven niet geschoren te zijn, maar die balzakken... Nou. Hygiëne, hè. Heb ze het al net gezegd. Hij checkt elke ochtend. Kom ik hier, Sammy. Ga maar binnen. De enige ergernis op het werk. Ja. CD&V is toch fantastisch, man. Ja, dat was vroeger zo heel verkrampt en nu is dat gewoon scheren. Die zotte tjeven, hè. Dat is wat denk je van de tegenstanders, Steven? Ja, het zal echt moeilijk worden, denk ik. Absoluut. Ja. Joachim, wat verwacht je van Steven? Ik verwacht daar heel veel van. Ja, ik weet. Ja, prachtige stem ook. Van jou ook, Joachim. Maar... Maar die van hem is toch mooier, vind ik. Ja, het is echt een mooie stem. Gloria knikt. Ja, het is echt. Je zou er toch rustig van worden? Ik weet het, ik weet niet hoe rustig. Ik val me nou uit. Ik zou je welke kwaad willen zien, eigenlijk. Ja, maar dat gebeurt wel. Is dat mijn roepnel al? Dan komt mijn Merchtems boven. Hè. Ja, en hoe is dat dan, Merchtems? Maar dat moet hem eerst kwaad maken. Ja. Oké, okay, maar stel, wij zijn 2 studenten van u. We laten een petrischaaltje met wat virus vallen. Wat gebeurt er met Steven? Dan ga ik heel lief zijn, want dat helpt niet om kwaad te worden. Wacht, hoe weet u, die buurvrouw Connie? Connie die brengt konijn met pruim en je lust geen konijn en ze weet het. Maar ik vind dat heel lekker. Allee! Hoor nooit kwaad. Nee, die gaan we niet kwaad krijgen. Mijn pruimen is een van mijn... we gaan hier niet weg voordat hij kwaad is. Dat gaat niet lukken, denk ik. Oei, wat is dat? Berichtje van Mark van Ranst. Steven, ben ik echt een amateur-viroloog. Gloria, finale weken. Zeker nu. Zot. Ik vind het echt zot. Papa is er weer bij? Ja, daar. Oeh. Je ziet hem het kale hoofd. Ik weet ook niet meer wat vragen, hè, want ik denk zo van, stond er nog iets op mijn kaartje over Gloria? Nee, ja. Was er nog één ding op? Je durft je zus al eens pesten met windjes? Nee, maar bij mijn zus is 9 jaar, dus is niet dat. En, ik zeg altijd dat er iets geschreven staat hier op mijn broek voor haar en dat ze dat eens moet lezen. En dan... Wat verwacht jullie van de nieuwkomer? Ik ben zeer benieuwd naar de mens achter de baard. Ah, ja. Wie is Steven nu eigenlijk? Wat wil Steven in het leven? Wat droomt van de vrouwtjes? Allee, dat is ook een keer. Ja, maar nee, dat zoek ik nu een keer. Maar vraag is, hij is nog vrijgezel, hè? Nee, daar geef ik geen antwoord. Oh! Ja, nee. Hier, player. Ja, ik moest van mijn dochter, die jouw kind van Kidnet, ik moest van haar vragen of dat jij eens op een woensdag zou willen komen spelen.
Steven van Gucht, Steven van Gucht, Steven, Steven, Steven van Gucht. Wie dan is spreekt? Wie dan is spreekt, dat is de chick. Wie dan is spreekt, dat is de chick. Wie dan is spreekt, dat is de chick. Joachim Koets, Gloria Monster. Ja, drinken jullie veel bier? Veel. Dat is veel. Wat is veel? Dat is voor iedereen anders, hè? Erik. Dus ik. Valooi. Gloria, heb jij een hond? Ja. En kan die zien dat je liegt? Of lieg jij nooit? Ik heb daar nog nooit tegen gelogen. Oh, oh mooi. Ja. En wat doen honden dan? Blaffen? Ja, ze honden. Nee, maar ze zien gewoon dat je aan het liegen bent en ze doen niet meer de dingen die. Hoe weten ze dat? Wat? Dat zij dat weten. En dan nog, Erik, als ze het nu weten, wat gaan ze dan doen, die jongen? Kun jij iemand imiteren? Ik heb dat wel gedaan, maar ik kan zo niet direct... Is het waar? Ja. Wat heb je dan gedaan? Zeg het eens iemand. Oh my, die... Oh, het is echt van... Doe maar. Doe het wel. Vrij. Ja, de meneke na, kun je mee nou doen? Kun je mee nou doen? Ik kom van knoten. Heftig, ik zou echt mezelf zetten. Ah, heel goed, heel goed, heel goed. Wie kun jij nog allemaal imiteren, Rick? Ik heb dat vaak met muziek. Ik zit altijd zo in fases. Ja. En nu zit ik in mijn Shaggy. Ah, is Shaggy nog, de zanger? Ja. Ik doe nu, wacht, ik probeer nu wat. Precies heel jong. Nee, zouden jullie een gevecht winnen tegen een kangoeroe, denk je? Ik heb gevonden tegen een kangoeroe. Heb je gevonden tegen een kangoeroe? En gewonnen. Ja. Ja, aan de ingang van Walibi. Maar er nooit meer bij. Wiet? Wiet, ja. Inderdaad. Heb jij wel eens... Wiet? Ja. Ja. Ah, serieus, ja? Ja. Papa is aan het lachen, de boos. Ja, maar... hij weet dat. Ik had ooit eens... Goed vuil. Alleen is dat van wel. Maar ik bedoel, daarom dat papa zo doet. Ik had ooit eens... Ik ging naar een feestje, naar mijn neven en oh, ik zal wel voor de joint zorgen, tralali, tralala. En ik had dat in een doosje gestoken, want ik had dat natuurlijk ook zo voorgerold gekocht van iemand. Super louche. En ik kwam daartoe en ik was zo... Mannen... ik heb alles bij, hoor. En ik doe dat open en dat is leeg. Oh. Dus ik was echt zo, fuck, waar is dat? Waar is dat? Superveel stress natuurlijk, want jij had dat gewoon op mijn kamer gelegen. Ja. Al die dat gewoon afgepakt en zelf opgesmoord. Hebben jullie wel eens een dier laten opzetten? Ik heb ooit eens de cavia van mijn zus laten opzetten. Nee. Ja. Maar die was er niet mee opgezet.